What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping in the next one on our bar studio journey, a sampling of music. Let's jump in and let's check it out together. Get over show NPO Radio to all the love of the world. If you enjoy these, that's where your love should go. Let's Welkom see. Bij een splinternieuwe aflevering van Bart Studio. En die begin ik met pagina 553 van dit woordenboek. Waarom? Nou ja, onderaan die pagina staat het woord samplen, met erachter het bewerken en hergebruiken van een bestaand geluidsfragment. En daar gaan we het over hebben. Het woord sample is een Engels woord. Oh, he's gonna be showing us things that we never heard before and didn't realize before in various different songs. I can see it already. In Nederlands is het monster. Niet anders dan een bloedmonster of een bodemmonster. Want ook een geluidmonster haal je ergens uit om vervolgens iets mee te gaan doen. Nou, sampling kan je echt uren over praten binnen de popmuziek, maar ik probeer de basisdingen uit te leggen in een paar minuutjes. De geschiedenis van het samplen begint eind jaren 40, begin jaren 50. De bandrecorder was uitgevonden en je kon dus iets opnemen, bewerken en weer afspelen. En de eerste praktijkvoorbeelden waren de Chamberlin en de Mellotron. En aan iedere toets in deze apparaten zit een bandrecordertje gekoppeld. Druk je op een toets, dan gaat het bandrecordertje lopen. En op dat bandje staat een eerder opgenomen muziekensemble. Kijk, het is de binnenkant van het apparaat. Je ziet allemaal tapes afspelen tegelijkertijd. En dat maakt het echt de allereerste sampler. Thank you. De grote revolutie vond plaats toen je digitaal geluid kon opnemen. Dat kon met dit ding, de Fairlight Sampler. En dit exemplaar, wat je hier ziet op de foto, kostte toen 200.000 gulden. Wat een immens bedrag voor een apparaat. Ter vergelijking, daar kocht je toentertijd ook gewoon een hoekhuis voor met een mooie auto voor de deur. Maar wat kon hij dan? En wie maakte er gebruik van? Dat zal ik proberen uit te leggen op basis van een voorbeeld. Ik ga mezelf even opnemen, een klein stukje van mijn eigen stem. En dat laatste stukje van die opname ga ik herhalen. Aan dat trucje kon de Fairlight sampler en alle samplers die daarna kwamen dus heel erg goed. Begin jaren 80 werd het echt een gigantische trend. Chaka Khan. Dat herhalen. Duran Duran gebruikte het en Eurythmics. Nou, sterker nog, die hebben het echt maximaal gebruikt in die tijd. Maar een sampler kan natuurlijk veel meer dan dat. Dit was redelijk overzichtelijk. We namen een sample op en herhaalden hem een aantal keer achter elkaar. Maar wat nou als je niet één op één hetzelfde gebruikt, maar een klein beetje aanpast? Tweede voorbeeld. Ik ga een nummer opnemen van Funk Inc. Cool is Back. En die ga ik aanpassen in toonhoogte. Let op wat er gebeurt. Dat laatste stukje. Als ik daar nou eens een melodie mee ga spelen. Klinkt bekend, toch? Ja, dat is van deze natuurlijk. Yes, Owner of a Lonely Heart. Oké, nog eentje, omdat het zo leuk is. Ik ga je een nummer laten horen van ILO. Dat nummer heet So Fine en dat is gebruikt in een house classic in 1991. Laten we beginnen met het origineel. Dat klinkt als volgt. En dan gaat het precies om dit stukje, op het moment dat hij omlaag buigt. Let op, komt-ie. Dat stukje niet. Als ik daar een melodietje mee ga spelen, dan krijg je. Die zou je kunnen kennen van deze. L.A. Style. Maar de hip-hop scene maakte ook maximaal gebruik van sampler. Deze bijvoorbeeld. Dit klinkt als Dr. Dre. En Blackstreet No Diggity. Het origineel is van Bill Withers. Lekker dit. Of deze. House of Pain, Jump Around, dat hoorde erin natuurlijk. Het origineel is van Bob en Earl. Prachtig duo. Harlem Shuffle. Kijk hè, daar hebben ze ook weer alleen het beginnetje van gebruikt. En deze. Ik ben Don, Lop en Venus. Je hoort de opposites erin, maar het is van The Castaways en Liar Liar. Nou ja, daar heb ik een hele lijst van gemaakt. Alleen maar samples, later gebruik je grote hits. Die vind je hier op Spotify, Bart's Sample Playlist. Maar wat is nou de meest gesampelde sample aller tijden? Nou, daar is onderzoek naar gedaan een tijdje geleden. Daar rolde een top 3 uit. If we went back and listened to a lot of old school songs, a lot of classic songs, I think we would find a lot in modern music. Seriously, at least in the 80s and 90s, we would find a lot of repetitive things. Gesampelde sample. We probably just don't even notice it while we're listening. Tijden. Nou, daar is onderzoek naar gedaan een tijdje geleden. Daar rolde een top 3 uit. Ik heb de liedjes mee op vinyl.
En alle drie de samples zijn beats, drums dus. Met op nummer 3 Think About It van Link Collins. Op nummer 2 Funky Drummer van James Brown. En dit is de onbetwiste nummer 1. De meest gesampelde sample aller tijden. The Winstons, Amen Brother. En waarom ken je dat liedje niet? Nou ja, we draaien het nooit op de radio. Het is al compleet geflopt. Maar één bepaald stukje uit dat liedje, als ik dat nu opzet op de draaitafel, dan herken je het waarschijnlijk gelijk. Luister. En dan gaat het niet om dit stukje dus, voor de duidelijkheid. Dit is puur de plaat. Niet bekend, toch? Maar dan, let op, komt-ie. De losse drum. Daarna gaat het nummer ook weer verder. Maar dat ene stukje is een partij vaak gebruikt, hè? Die drumbeat, als je hem nu afspeelt op een lager tempo, 33 toeren bijvoorbeeld, dan krijg je dit. Het liedje loopt te langzaam. Maar het klinkt wel lekker hip-hop. En daar werd hij ook veel in gebruikt. Dit is N.W.A. Maar zet je hem op 78 toeren bij wijze van, dan krijg je dit. Het is dezelfde breakbeat, alleen een totaal ander muziekgenre. The most real sound ever. Baby D gebruikt hem ook. Of Apollo 440. Nog sneller. En zo zijn er, geloof het of niet, nog duizenden voorbeelden van nummers die allemaal gebruik maakten van deze ene sample, die breakbeat van de Winstons. Tot zover. Bart Studio, leuk om te melden. Binnenkort komt er een volledige nieuwe serie. Die gaat alleen maar over samples. Dit was de korte samenvatting ervan. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende. Crazy, crazy, crazy information. 100% appreciated on this end. If you guys have been following along, I appreciate you, but make sure that you get over and show NPO Radio 2 all the love in the world. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Till the next one, I'm Miley Combustible. You guys be happy, healthy, safe, but let me to the moon and back, peace.